Goedemorgen. We zijn wakker. Lactatiekundige is over een half uur. We hebben echt de nacht van hel gehad. Zo last van buikkrampjes. Zo snel. Dus ik hoop dat de lactatiekundige ons kan helpen. Met dat theepoeltje. Ja, weet je, we zijn zeker dat het daar wel komt. En nou ja, nog meer dingetjes waar we nu willen vragen. Maar zo nu. Oh ja, en we gaan nu de doucheroutine omgooien. Ze douchen nu steeds ochtends, maar ze is super rozig daarna. Dus we willen proberen voor het slapen te doen. Dus voor het slapen even kort douchen. Niet elke dag, om de dag. En dan hopelijk dat ze op die manier wat lekkerder slaapt en minder last van krampjes heeft. Oh, lekker croissantjes uit de oven. Yo, lekker. My god. Nou, de lactatiekundige is net geweest. Dit is het resultaat. Oh, dat is toch heerlijk. Ik kreeg een 6 min voor mijn techniek. maar ze vond wel de overhangtechniek goed om te gebruiken op de andere kant met het gebroken armpje. Maar ik heb nu geleerd om het te doen. En het is gelukt zonder tape. Ja, dit is wel echt. Oh, en we moeten haar niet meer om de 4 uur wakker maken, maar gewoon laten liggen. Dus we zijn heel benieuwd hoe lang ze blijft slapen. Want het is absurd hoe lang zij slaapt. Maar zij zei, ja, dit is... Ja, ja, maar ook niet altijd. Soms is het ook gewoon niet even. Soms is, ja, vannacht was echt om de anderhalf uur ongeveer. We werden echt een beetje... Maar ze zei, ja, doe maar nu gewoon niet meer wakker maken. Gewoon laten liggen. Ja, maar ik ben benieuwd. Ja. Dit was zo leerzaam. Echt waar. Echt, ja, ja. Echt de beste beslissing ooit om lactatiekundige in te schakelen. Wauw, totally worth it. Ja. Ik zit even pakketjes uit te pakken. Dit is van Baby Good Luck. Hey, manies. Oh, wat is dit dan? Een hemdje of zo? Made for you with love, word and life will bring you love, love and happiness. Een soort hemdje? Baby good luck. Gelukshemdje. Wat geluk geeft aan het kindje. Even uitzoeken wat het precies is. Wat hebben we nog meer? Oh, kijk nou. Ook allemaal leuke dingetjes. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Veel geluk. Oh, voor mijn zoon. Zo lief. Oeh, wat is dit? Een kussiebobbel. Ach, Tangled. Ik heb eruit gehad. Lotiondoekjes. Foamy. Wat is dit allemaal? Wat is dit allemaal voor iets? Tangled teaser. Dat zijn leuke cadeautjes. Een invisiebobbel haar dingetje. Hij is lekker allemaal. No, goodies. Oké. Oh ja, die waver. Ik heb dit liggen, maar ik weet niet goed hoe ik dit moet gebruiken. Kijk, dat zijn van zulke dingetjes. Water and sweat proof. Shampoo. Is dit wat zo lekker ruikt? Foamy. Oh. Dit is een shampoo. Wacht even. Dit is een shampoo. Oh, dit ruikt. Plastic vrij. Ja. Ja, mijn shampoo is toevallig net op. Wauw. Dit ga ik proberen. Zo, dit gaat mee naar boven. Shower sponge. Dit ruikt ook wel zo lekker. Zit er iets in? Shower sponge. 30 douches, the berry best. Oh. Oh, dit is lekker. Wow. Oké, deze gaan allebei mijn douche in. Zo. Dan, oh, die Tangle teaser. Kijk hoe mooi. En dan deze. Dit is de Wet Tangle teaser. Daar had ik die paarse van natuurlijk. En nog eentje. Dat zijn deze invisibobbel dingen. Even kijken. Wat is dit? Oh, dit is... Holy. Dit is een grappige scrunchie. Oh, kijk, dit is een scrunchie met een elastiek erin, met bolletjes. Wauw. Hij heet Sprunchie. Cute. Oh, ik vind zelfs dit cute. Dit tasje is geweldig. Ik ga dit tasje ook gewoon gebruiken. Zo. Ik doe maar nu even in. Leuk. Leuk, 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 leuk. Leuke goodies. Dit is volgens mij wat ik zelf had besteld, denk ik. Kijk maar. Oh ja. Listerine. Had ik één flesje maar besteld. Dacht ik er 5 had besteld. Oké. Anyway. Ja, wij gaan Ticket to Ride Amsterdam spelen. Oh. Tikkie.
Tiki to right. Stuur me Tiki to the right. We hebben voor het eerst de babyfoon aan. We waren boven de slaapkamer met die kleine en ons eten zat in de oven. En nu gaan we eten en zij ligt nog te slapen. We dachten, we gaan de babyfoon aan doen. Eigenlijk is het de hele tijd bij ons. Waar wij zijn, daar slaapt zij ook. En waar wij slapen, slapen wij. Ja, wij slapen overal nergens met z'n drietjes. Hoi dames. Hallo. Wat liggen jullie hier ongelooflijk lekker, zeg. Is het de enige positie waarin ze dan geen kramp heeft? Ja. Dan lopen we rond, of ik leg er zo neer en dan, nou, dan gaan we maar zo zitten. Vervelend. Ja, heel vervelend. We kunnen ook lief, dit elleboogje. Oh. En dit is dan een zielig armpje, maar het gaat wel... Gaat wel goed, hè? Ja, toch? Ik ga mijn boek gewoon nu lezen met haar op me. Nou, prima toch? Ja, lekker toch? En dan straks eventjes douchen dan. Mm-hmm. En dan houden we dat erin in de avond douchen. Yes. Maar voor nu, boekje. Boekje. Oké, dames. Oké, guys. Wij gaan douchen en slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.